In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Nee, natuurlijk. Natuurlijk heb ik één blote voet. Ik kan toch met deze. Met dit extra oog. Ter hoogte van mijn ringteen. Kan ik toch geen schoen aan de stap. Gadverdamme. Ja, hij staat op knappen. Dat weet ach, ik ook wel. Gadverdamme. Doe weg. Ach, doe die sokken. Ja, nee. Gat. Dat doet ontzettend. Alles wat er aanraakt doet zeer. Ach, wat een groot. Ach, wat helemaal gatverdamme, wat een vieze extra hoog zeg. Ja, dat is de tijd van het jaar. En heb ik dan eenmaal in deze tijd van het jaar. Daar is het namelijk de tijd van het jaar voor. Ach, het is. Ik bedoel, jij vindt het vies om te zien. Maar voor mij is het erger hoor. Ach, gatverdamme nou, zeg. Nou, kom op, we moeten zo beginnen. Hou jij even in. Nou, ik leg er wel een doekje overheen. Oh, dat je zit te zwaaien. We gaan erin. Oh. Goeiedag, dames en heren. Radio Bergijk. Toon Sporenberg en zijn collega Peer van Eersel. En we beginnen met een gemeentebericht. Gemeentebericht. De VVV, agentschap Luiks-Gestel, de openingstijden. Maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 9:45. En dinsdag, donderdag en zaterdag van 9:45 tot 10:00 smorgens. Die zijn dus verruimd, die openingstijden. Ja, maar dat is alleen in week 22 van het jaar, hè? Nee, steeds als er een even nummer in het laatste cijfer van het nummer van de week zit. Oh, zo was het, ja. Dus steeds als er een even nummer in het laatste cijfer van het nummer van de week zit, dus week 34 bijvoorbeeld, is het tweede nummer en 4 is een even nummer, dan zijn ze geopend. Dus nogmaals, van maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 9:45. Ja. En dinsdag, donderdag en zaterdag van 9:45 tot 10:00. Ja. Dat is in die weken. Ja, maar onder voorbehoud. Dat is onder voorbehoud, want er is heel erg weinig belangstelling voor de VVV in Luiks-Gestel. Ja. Er is eigenlijk. Moeten ze zeggen, ze bestaan nu 17 jaar. Ze hebben 4 keer iemand aan de deur gehad, hè? Ja, en die was 2 keer iemand die heel ergens anders die zijn. Die had zich vergist in het huisnummer. Ja. En toen trokken ze hem naar binnen en douwen ze hem allerlei folders in zijn mik. Maar toen zei hij, nee. 2 uur hebben ze allerlei informatie over Luiks-Gestel op hem in zitten schreven. Dus wilt u iets weten over Luiks-Gestel? Ga eens naar de VVV. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dames en heren, u weet natuurlijk allemaal, het staat er weer aan te komen. Het jaarlijkse zakkenkwakken, het oude Bergrijkse volksfeest. Waarin een man of 300, 400 op een terrein bij elkaar komen. En dan elkaar met jutezakken vol met modder om de oren rammen. Zal ik maar zeggen, op klompen. En omdat vorig jaar nogal wat van het terrein waar het op plaatsvond is gesneuveld. Heeft de gemeente nu besloten om het zakkenkwakken toe te wijzen aan het golfterrein hier bij Bergijk. En dan wel op de green van hole 18. Maar er is iemand helemaal niet blij mee. En dat is namelijk de voorzitter van de vrouwelijke golfclub Bergijk. Mevrouw Jacqueline Meijers. Die zit ook nu bij mij aan tafel. Mevrouw Meijers, hartelijk welkom. Dank u wel. En daarbij zit ook aangeschoven Joke Grielen. Ja. Die al een jaar of 25 het zakkenkwakken organiseert. Ja. Die is erg blij dat de gemeente nu besloten heeft. Om nou. Bent u blij mee, hè? Daar ben ik enorm blij mee. Ja. Maar mevrouw Meijers, u bent er niet zo blij mee, hè? Nee, en ik ben natuurlijk niet de enige. Nee? Er zijn velen met mij die daar niet blij mee zijn en sterker nog daar ziek van zijn geworden. Ja, maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Luisteraars, u hoort het thuis natuurlijk wel. Mevrouw Meijers is niet van hier. Dat het zakkenkwakken vindt maar één keer per jaar plaats. En goed, dat zal dan deze keer op uw green van de 18e hole plaatsvinden. Ja. En dat is gewoon maar een eenmalig gebeuren. Waarna u de rest van het jaar weer fijn met al die 17 hardwerkende, stinkend rijke mensen kunt gaan golven.
Ja, dat zegt u nou wel zo eenvoudig. Ja. Maar ik kan wel merken dat u er totaal geen verstand van heeft. Oh. Het hele veld wordt zodanig vernield dat wij misschien wel 10 jaar er geen gebruik meer van kunnen maken. Ja, ja. Nou, mevrouw Grielen, wat is hierop uw reactie? Nou, ik zit hier van binnen al vreselijk te lachen om wat die mevrouw, wat was de naam? Jacqueline Meijer, u hier allemaal zit te verkondigen. Ja. Want dat heeft toch zo weinig om het lijf dat wij daar komen zakken kwakken. Ja. Wij zijn geweldig blij dat wij hier nu terecht kunnen. Ja. Omdat wij zijn in Knechtsel weggejaagd. Wij zijn in Reusel weggejaagd. Nou, nog heel veel andere plaatsen hoef ik allemaal niet op te noemen. Nee, en dit is toch een sport die echt van Bergijk is. En nou mogen we op het golfterrein mogen we zakken kwakken binnenkort. Nou, het is zo'n geweldig spel. En de mensen hebben er zo ontzettend veel plezier in. Ja, maar... Ja, maar waarom wordt er niet zakken gekwakt op het terrein waar de trekkerbehendigheidswedstrijd wordt gehouden? Ja, dat kan toch helemaal niet? Nou, is het natuurlijk wel zo dat vorig jaar het zakkenkwak in het ploegpark plaatsvond. En dat is nog steeds eigenlijk onbegaanbaar terrein. Ja. Nu, daar groeit niks meer. Precies. Dat is woestenij. U zou het toch ook kunnen combineren, mevrouw Meijer? Was het Meijer? Ja, Meijers. Meijers, u kan dat toch ook combineren dat u, ik zou zeggen... doet u die dag dat wij daar bezig zijn, gaat u golven met uw clubje. En dan komt u ook nog even zakken kwakken. Nou, dat is natuurlijk een hele hartelijke uitnodiging. Moet ik zeggen, dat is echt de oplossingen aandraaien. Ik heb totaal geen behoefte aan. Zeg. Ik vind zo'n bespottelijke wedstrijd voor... Nou ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar... Hoe weet u dat? Omdat ik daarover gelezen heb. Ja, maar u heeft het nooit zelf meegedaan. Ja, maar ik heb zoveel zelf niet meegedaan. Waar moet je eerst iets meegemaakt hebben om erover te kunnen oordelen? Dat vind ik ook zoiets bespottelijks. Nou ja, als u dus van heel ver hier komt wonen, dan is het natuurlijk wel zo netjes om in ieder geval de plaatselijke gebruiken een beetje tot u te nemen. Ik zou niet weten waarom, zeg. Ik vind het hier prachtig wonen, maar ik heb geen enkele behoefte om met die inwoners van Bergijk kennis te maken. Ik vind het taaltje al afschuwelijk. Het accent. Ik vind het werkelijk verschrikkelijk. Nou breek toch godvergeen met mijn klomp dat u zulke dingen zegt. Ja. Ik heb me nooit tot uw soort mensen agressief willen gedragen, hoewel het van binnen kookt als ik u zie bij die winkels met die golfstokken en de gedoe met die karretjes. Dat vind ik ergerlijk. Als we het nou over ergerlijk hebben van dialecten, vind ik dat ergerlijk. Ja, nou, om met zo'n balletje te slaan, verslaat het helemaal op, zeg. Ja, ja, nou, dat, u dat mag is, het ergerlijk vinden. Dat kan mij helemaal niet schelen. U mag het ergerlijk vinden. Ik vind u ergerlijk. U vindt mij ergerlijk. Ja, dat dus, zal ook wel. Er komt nu een beetje een naar arrogant toontje in bij u, mevrouw Meijers. Ik gun iedereen alles. Maar dat zij zich verheven voelt boven ons. Ik zeg niet dat ik me verheven kwakken, voel. Terwijl het een prachtige, geweldige, ludiek modderspel is. Wat ze al in de oudheid deden. Ja, dat is waar. Dat is gewoon iets klassieks. Ja. U mag van mij best de gemeente heeft toch, ondanks uw protesten, mevrouw Meijers, de poot stijf gehouden. Het gaat volgende week toch gebeuren. Bent u van plan een actie te ondernemen of iets dergelijks met de 17 leden van Golfvrouwenclub? Ik ben zeker van plan om actie te ondernemen. En sterker nog, ik ben er al lang mee bezig. Ik heb begrepen dat wethouder Van Dijk omgekocht is. Dat heb ik begrepen. En ik durf dat gewoon zo te zeggen. Maar dat is heel gebruikelijk. Bij jullie soort zijn met de omkopen. Nee, nou, u zegt hetzelfde. Het is heel gebruikelijk, die omkopingen. Daar hebben wij helemaal geen geld voor. Nou, in ieder geval, ik zal zo zeggen, de confrontatie zal volgende week plaatsvinden. Dan zullen wij van Radio Bergijk natuurlijk bij aanwezig zijn. Mevrouw Grielen. Mevrouw Grielen, even. Hallo, ik moet even afronden. Volgende week dus, in ieder geval, iedereen die weer gezellig mee wil doen met de zakkenkwakken is uitgenodigd op... Het zakkenkwakken is een kunst, hoor. Is uitgenodigd op de green van hol 18 van de Bergijkse Vrouwengolfclub. Mevrouw Jacqueline Meijers van de Golfclub belooft tegenactie te gaan ondernemen. Dus die confrontatie, daar zijn we volgende week met onze radiozender aanwezig. Zou zakken, ja,
Ik wil de dames heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid. En we willen graag zakkenkwakkenmuziek, Tedje. Radio, radio, radio Bergijk. Goeiedag dames en heren, dit is Peer van Eersel met natuurlijk weer de Radio Bergijk Radio Puzzel. Nee, het is puzzel, hè? Puzzel? Nee, puzzel. Nee, ik maakte vroeger altijd puzzels. Ja, maar wat... Wat voor puzzel heb jij nou? Is dat een leg van die legdingen? Dat zijn puzzels. Maar wat jij nou hebt voor op de radio, dat is een puzzel. En die legdingen, dat zijn puzzels. Nou, voor mij is dit ook gewoon een puzzel. Nou. Goed, dames en heren, was een klein intermezzo. Heeft u het diagram voor u, dus u kunt gewoon een ruitjesblok nemen. En dan maakt u gewoon een paar hokjes zwart. En dan zet u hier eens een 1 en daar is een 6 en daar is een 8. En hier is het eerste opgave. 1, stroomplug. 6, belemmering. 7, Frans lidwoord. 9, boom. 10, daarna. Ja, dat is een misverstand. Het is dus, 10 komt wel na 9 boom, maar de opgave van 10 is daarna. Ja, bedoel ik dus niet, want ik hoor u al denken, ja, wat nou daarna? Maar de opgave is daarna. Dus je moet een ander woord voor daarna vinden. Dat kan je ook zeggen in deze puzzel. Dus 10 daarna, 11 spil, 12 waterstand, 14 stekje en 16 vleeshouwerij. Dan gaan we verticaal, zangnoot, daar, snoer, afstandsmaat, soort... Boom, lof, lokspijspapje en andere voorzetsel. Goed, daar mag u zelf uw nummertjes bij bedenken. Dus u ook zet de lengte maar... van de woorden mogen. De lengte van de woorden mogen mensen ook zelf weten. Hoi. En je mag verschillende diagrammen gebruiken. En als ze het nou af hebben, de puzzel, wat moeten ze dan mee doen? Weggooien. Hoi. Dus vooral niet opsturen, want we hebben er hier niks aan. Maar er is wel iets mee te winnen. De winnaar krijgt een boekenbon van 25 gulden. Die is niet meer geldig, maar die heeft u dan wel gewonnen. En die wordt u geschonken door de Bruna-winkel. Die heeft nog heel veel van die oude boekenbonnen liggen. Dus die geeft ze graag cadeau. Een boekenbon van 25 gulden van de Bruna-winkel aan het Hof. Wacht even. Ik ga even iets proberen. Wat doe je nou? Nou, wacht even. Ik heb... Redder me opeens van mijn groot... Van mijn grootvader. Dat is onze bedrijfsjenever. Ja, er staat nog een fles in. Ik ga even proberen als ik mijn voet daarin doe. Mijn grootvader zei altijd... Maar doe dat nou even onder tafel, gadverdamme. Nee, even... Gadverdamme. Wat doe je dan? Dus stop je teen? Ik stop mijn ringteen in deze beljenever. Ik weet helemaal van mijn grootvader dat hij zei... Dat is het enige wat helpt. Ik ga het even proberen. Oh... Ach, kijk nou, er komen allemaal... Oh, dat is lekker. Oh man. Oh. God. Dat is toch zonde van die jenever, man. Moet je kijken, er komen allemaal rode draadjes uit. Die hangen en die gele sliertjes, die hangen nu in die jenever. Ik vind het voor één keer... Nou, dat moet eerst door een theezeefje, wil ik die jenever weer drinken, hoor. Ik vind het voor één keer niet zonde van die jenever. Oh man. Kijk, door het theezeefje. Kijk, nou. Het theezeefje zit nou vol met die viezigheid die uit jouw extra. Nou, dus dan kun je de jenever. Nou, proost, proost. Met de jenever. Zo. En? Nee, die jenever is goed, er is niks mis mee.